Of ons een teken geven dat er hier iemand is, buiten ons. Wat is dat allemaal, gast? Ja, dat is echt... Vuur? Nee, dat is een rode lamp, dat is geen vuur. Ah, dat is een brand gestoken. Hiernaast? Ja, dat is toch wel een brand gestoken? Oh, ja. Dat is allemaal ineengezet. Van achter, dat is allemaal in brand. Dus de Andres voelt zich eigenlijk helemaal niet goed. We zijn naar buiten gegaan. Maar dat is lang geleden. Ze hebben gewoon de meeste bomen weggehaald. Ze hebben nog niks... Ah jawel, ze hebben precies een stuk van dat gebouw wel al weggedaan. Maar het meeste zat er nog wel, denk ik, ze. Dat is die kapel. Dat is die kapel, ja. Right guys, welkom in een nieuwe video. Het is tijd nog eens voor een ghost hunt. We zijn vandaag niet alleen met Saskia, maar nog mee met Anders, met de Nenderis. We zijn de eerste keer. Kijk, dat is een broek. Helemaal niet. Ik ga hier het minste bang van jullie drie zijn. Ja, is goed. Ja, gaat naar de auto, is Saskia ook. Dat is een verlaten rusthuis geweest. Ik heb deze locatie ooit echt gedaan, puur als urbex. Jaren geleden. En dat is deze? Maar we gaan nu proberen om hier een beetje te urbexen. Welk? Deze. Ik weet het niet. We gaan eens kijken. We gaan eerst eens gewoon een beetje... Nee, het is dat donker, we gaan een beetje scouten dat er niemand is eigenlijk. Welk? Ah, vroeger kan je langs de andere kant binnen. Oh, dat staat inderdaad gewoon allemaal nog open. Nee. Wat? Er is iets weg. Ja, maar sorry, kerk. Ik heb nog filmpjes in de klas. Is het juist? Goed, de kerk. Weet je, nee, zoiets als deze. Maar misschien gaan we ons misschien even eerst voorstellen wie dat we zijn. Ja. Zal ik gewoon beginnen? Ja. Even het licht op mij misschien. Ik ga eens even proberen. Dus, ik ben Shane. We moeten hier in het Frans misschien zelfs. Dat kan je niet. Nee, dat gaat gewoon wel. Hij is op zoek naar een vriendin. Nee, ja ook. 26 jaar oud, houdt van feesten, houdt van weefkwaad. Je heeft geen zuchtige bedoeling. Kus, dat is niet. Dat is niet. Hij neemt ook een goede vibes mee. Hij is graag geleerd, hij is gewoon geleerd. Oké. Het is goed. Hij heeft het moeilijk gehad, maar hij is nog steeds heel bezig. Oké, dus... Ik zal sparen voor een nieuw auto. Deze gast is gewoon heel mijn... Stop, kerel. Dus bel 04, dat zie je van hier. Ik ben Shane, wij komen hier gewoon in een kijkje nemen. Wij willen hier niemand kwaad doen. En als jullie contact met ons willen opnemen, dan gaat dat gewoon. We hebben allemaal elektronische apparatuur bij, dus je kunt dat gebruiken. Bijvoorbeeld dat balkje dat daar ligt, ik weet niet waar het ligt. Ja. Hier, die kun je gewoon laten oplichten als je er gewoon voorbij komt. Of er tegen. Het is echt aankomen. Het is echt aankomen. Dus... Stil als de bal beweegt bij deze. Als je iets wilt laten horen van een klop. Ja, maar nee. Klop is niet nodig. Ja. Okay. Hallo, ik ben Saskia. Ik doe ook onderzoek naar jullie. Dus ik zou echt het heel tof vinden. Moest jullie laten horen, jullie laten zien. Ik zou het echt heel tof vinden. Ik voel jullie aanwezigheid al echt en dan ben ik aan het shaken. Maar geen probleem mee. Oké, Andres, we hebben de kleuter ook bij, dus pas een beetje op voor die jongen, die is bang. Allee. Ja, Andres. Een Andres. Met de zette de bodyguard van de groep. Of die twee bange knieën. Oké, we gaan even eerst de sweep doen. Van het gebouw nog eens. Oh, pas die maar wat op, want dat is hier echt... Hier die vloer ook. Ik heb een paar inzakken, denk ik. Maar...
vond dat echt zacht onder mijn voeten. En die kelder is stief, hè. Dat is zo schier. Of je zoekt hem dat dan met die kassie geven, die zet het niet fysiek. Kijk, ik zit hier wel. Die zijn hier echt iets aan het doen. Die zijn ook van alles er aan het uithalen. Zie, die zijn die deur er aan het uithalen, die platen. Van die platen die ik opnieuw zetten. Ja, zie, die zijn hier alles aan het herbouwen. Die zijn er echt van binnenuit aan het werken. Hey, sorry. Sorry. Ik ga even eerst naar boven. Oh. Ja, je mocht die niet bang maken. Ik denk dat zelfs niet bang is. Komt die nou, hè? Oeh, mei. Ik krijg ineens heel benauwd. En druk op mijn borst. Dat heeft hier ook in brand gestaan, misschien daarom. Dat is gek. Ja. Oh. Nee. Kan niemand even die deur open houden? Kunnen we daar niks tegen zetten? En wat daar, dat blok? Wacht even. Oh, hier kun je niet weg, ze mannen. Dat is helemaal niet gestokt. Oh, hier heeft nog van alles gestaan, normaal. Dat is allemaal weg. Hier stond een bed en zo. Ze hebben al die kamers leeg gehaald, want hier stonden overal ook zo bedden en zo. Hiervoor. Ja. Wie zegt er? Hier is een douche. Oh, ze zijn hier echt aan het werken, hè. Dat is hier echt al gescrapt helemaal. Dus ze zijn hier echt wel in bezig. Zo. Zie, hier ook. Oh, hier staat nog wel een bed. Ik heb echt metaal horen vallen. Even rust. Dat is het binnenplein. Oké. Okay. Hier kunnen we al een beetje lawaai maken. Ik denk dat we best naar daar gaan. Even gewoon sweepen, dat hier niemand niet is. Dat is allemaal leeg. Al die kamers zijn leeg. Dat is wel jammer. Je kunt wel niet verwachten dat hier zo. Oh nee, dat is kei jammer. Toen ik hier de laatste keer was. Als hier een hele setup, hier stond een zetel, allemaal flessen, wijn, een bed, een sofa en dat was hier helemaal opgezet, dat is allemaal weg. Toen dat Tico zo lawaai maakte, hoorde ik iemand mijn schip. Hoorde. Wat? Ligt een bed. Ah ja, inderdaad, dat ligt hier gewoon beneden allemaal. Ja, ja, die boer is daar bezig. Die boer is nog volop bezig met zijn koeien. Ik vind dat wel heel spijtig dat die bedden allemaal weg zijn. Even langs hier.
Oh shit, mannen, pas op, hè. Dat is hier wel echt levensgevaarlijk nu, what the fuck. Ja, die meneer al serieus liggen werken, ze maat. De locatie, ik herken die gewoon niet meer. Ze zijn dat echt aan het renoveren. Ze zijn dat helemaal aan het verbouwen. Ja, die steuning. Want deze was ook zo'n soort van dingen. En dan hadden hier, als je buiten kwam, hadden ze zo'n hele pergola met glas. Dat was, ik weet niet hoe cool. Maar dat is weg. Zie, dat is helemaal weg, die pergola met dat glas. Dat glas was helemaal hier. Zie, helemaal tot hier. En dan was dat hier allemaal en dan kon hij hier zitten en zo. Dat is allemaal. Nee, wacht eens. Loesoe. Hier liggen alle matressen van binnen. Die in die bedden staken nog. Oh my god, die zijn mooi, matressen daar liggen. Ik weet dat niet. Wat dat? Nee. Dat is leeg. Ze hebben gewoon echt al die rotzooi buiten gezwierd. En alle pompbakken en toiletten hebben ze hier gewoon op een hoop gegooid. Niet gek was? Dat ik een kikker zag? Ik zag iets kruipen. Ik dacht, hallo. Was. Dus ik ben met de SLS nu bezig. Ik heb die gekocht. Dus dat is wel een legit one. En je ziet dus af en toe daarboven, op die bovenste verdieping. Ja, ziet het? Zitten ze af en toe aan de raam te komen kijken. Want het springt ook direct terug weg. En daarnet, toen ik niks aan het zeggen was, hadden die dat volgens mij niet door. En kwamen die telkens tevoorschijn. Maar ja, nu... Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, nu pikt hij gewoon van onder. Ik weet niet of dat door die tak komt. Maar daarnet niet, want daarnet was die raam helemaal open. En dan kwam het er ook door, dus... Oei, sorry. Dus we gaan een Ghostbox suite gebruiken. Dat gaat door de radiofrequenties. Dan moet ik alleen even mijn internet voor aanzetten bij deze. En dan gaat die door de radiofrequenties gaan. Is dat niet de harte, die radio? Nee, nee. Iets zegt voor de straten. Ja, data network. Maar anders, je moet wel iets horen, hè. Wacht, want dat doet niks. Nog eens proberen. Ja, ja, nu wel. Dus het zijn de radiofrequenties. En dan gaat dat erdoor en dan kun je misschien iets horen. Oké. Okay. Ja, dat is niet. Hoort jij die, ja? Nee. Dus dat is, nee, dat is voor straks. Maar dan moeten we straks ons op focussen. En nu gaan we proberen eerst met een EVP, maar dan moet jij muis stil zijn. Want het minste dat jij zo doet of ademt, dan neemt dat op. Dus het echt stil zijn. Dus ik ga nu praten, dus dat ook niet. Nee, niks, hè. Echt niks. Je zit op, je gaat zitten, je gaat... Klaar? Ja. Kijk maar. Is dat klaar? Is er iemand bij ons?
als er iemand bij ons is, mag je het kattenballetje laten rinkelen. Laten afgaan. Ligt daar in, weet ik, zal mijn licht erop schijnen. Je hoeft er maar alleen tegen te tikken. Je moet wel je beleefdheid kennen, hè? Waarom? De naam vragen van die persoon? Ja, ik moet toch eerst weten of er iemand is. Als er iemand hier overleden is, kunt jij uw naam zeggen in de apparaat hier bij het rode licht? Of ons een teken geven dat er hier iemand is, buiten ons? We willen graag jullie verhaal horen. Kom gewoon zo. Beschuif. Van achter komen, van verre wel. Ja, ik heb letterlijk een ding gehoord, een schuif van mijn echter. Ik hoorde iemand, ik hoorde zo, kent je zo, als je dit doet, zo, als je wandelt, en je bent zo op je sloffen aan het wandelen, gelijk een bom, hè? Ik ben zo rustig, hè? Ja. Zo daar, ja. Maar zo één keer zo, zo heet van echter. Een oh ja, dat is misschien wel een slim idee. Oké. Okay. Leg je dat deurtje in. Ja. Ja, het werkt. Eentje. Aan de ingang liggen. Ik heb nu dus achteraan een device gezet. Daar, voilà. En als je daar dus tegen titst of daar echt een trilling rond maakt, dan komt daar een getal bij. En dan ziet je dat is heel accuraat. We hebben dat net getest. Maar ik heb het daar in de deuropening gelegd. Dus als er iemand binnenwandelt of voorbij wandelt, dan gaan we dat horen. Ik legde mijn gsm daar, hè, mannen. En ik hoorde letterlijk achter de deur aan rechts, hoorde ik zo geritsel. Dus volgens mij is er echt wel activiteit, maar ze durven niet doorkomen. Het kan nog wel komen, maar ik zie mijn gsm daar niet. Dus. Ja. Uit. Hoe gaan we de EVP's beluisteren? Ja. Je gaat het waarschijnlijk niet horen, maar ik heb dus dat schuifje dat ik hoorde dat ik uitleg in de camera daarnet, hoort je heel zachtjes dus ook hierop. Ja, je moet echt de microfoon echt in je oor steken. Ja, echt hè. Kun je eens proberen? Ja, ongeveer hier. Nee, ze staan nog steeds op nul. Dus niks heeft aangeraakt. Ze zie je, dus als je dat heel zachtjes aanraakt... Zie, dan gaat dat aan. Hop, twee. Hier ook eens. Of is dat gewoon de regen? Dat is de regen. Dat is de regen, dat is gedebunked. Ja, dat is die plank hier. Als ik een... Kijk, die zitten er volgens mij van boven. Als ik naar boven mag komen, van boven in de kapel, mag dan eens een geluid zoals dit? Er kwam iets beneden ook op tevoorschijn. Crazy mannen, op het moment dat ik een ghost box aan het doen ben, echt 1 minuut, nog niet, en ik ben vragen aan het stellen en vragen aan het stellen, zij is haar ding aan het opstarten en het eerste wat erop komt, wat had ik gevraagd? Of dat er iemand is? Ja, ik had gezegd, is er hier iemand buiten ons? En er komt bij haar op haar apparaat, wie is zij? En nu al minutenlang niks. Misschien is dat wel bij. Verdronken. Dat komt er vrij veel op. Welk? Verdronken. Maar het ding is, die app, niet betalend, heeft die 350 woorden waaruit je het kunnen zoeken.
Maar ik heb betaald, daarom komen daar steeds meer woorden bij. Dus volgens mij is er effectief iets mee gebeurd. Maar die kan niet zeggen, ja, de kans is klein. Ja, die kans is klein. Die krijgt het wel. Ja, ik ook. Ja. Ik ook daarnet. Ja. Ja. Maar ik heb die betalen, ik heb daar wel wat geld voor uitgegeven, dus ik wou dat echt wel deftig doen. Ah, wel, maar deze is ook een goeie, want die heeft al 350 woorden. Waar we het kunnen uitkiezen okay. om te kunnen communiceren. Wie is zij? Dat zijn al drie woorden natuurlijk. Ja, hè? Ja. Dat is echt dat een zin, hè? Ja. Dat zijn zinnen, dat maak je niet zomaar. Hè? Ja, amai, zie, ik krijg echt, amai, een hele rilling over mijn rug. Ja, ik ook wel op mijn benen. Ik denk dat wij gewoon ook juist zijn. Ik denk dat die dat willen bevestigen of zo. Dankjewel voor de bevestiging. Kan je jouw naam vertellen? Spreken. Spreken? Ik ben aan het spreken. Kan jij spreken? Steven. Nee, spreken, zei spreken. Ze. Praten. Kan jij spreken via mijn telefoon? Of kan je een kattenballetje laten afgaan? Dat zou ik wel heel fijn vinden. Een mug in mijn oor. Mm. Ze zegt net spreken. Ja, wij zijn aan het spreken. Omgekocht. Omgekocht? Even denken. Dat is moeilijk, hè, want dat zijn niks aan elkaar. Zo gewone woorden vind ik altijd moeilijk, maar zo een zin. Wie is zij? Ja. Sorry, maar dat is echt... Vuur. Vuur? Nee, dat is een rode lamp, dat is geen vuur. Ah, hier is brand... dat is in brand gestoken. Hiernaast? Ja, dat is toch allemaal in brand gestoken? Ah, oh, ja, ja. Dat is allemaal in ingezakt. Van achter, ja. Dat is allemaal in brand. Rituelen. Dankjewel. Dank u. Sorry, we zijn gewoon... Dank u. Rituelen, ja, er zijn rituelen uitgeoefend. Dat is misschien uit de hand gelopen of zo. Kan dat kloppen? Wij doen geen rituelen, hè. Nee, totaal niet. Wij komen gewoon naar jullie verhaal luisteren. Geen slechte bedoelingen. Totaal niet, echt niet. Rituelen, maar ik had dat ergens gelezen. Maar misschien kennen die mij nog. Ik ben hier ooit al eens geweest. Jaren geleden. Maar toen dat hij zei, ritueel, omdat ik zei, vuur is vuur uitgebroken, ritueel, ik kreeg een hele rilling over mijn rug. Gewoon rustig blijven. Jean zegt net, behekst en dan beet. Oké. Okay. Het is wel een beetje een raadsel, dus moet hij eigenlijk echt... Ja, maar sorry, ik zei over dat vuur... En ik zei, dat is hier in brand gestoken, en dan zegt zij rituelen. En er zijn ook effectief rituelen... Dat is een beetje zoals Schrobbendonk. Dat was daar ook. Ja, dat hebben ze hier in die kapel ook gedaan. Kijk, hè, ik denk... We gaan dat zo vragen. Als je wilt communiceren, zeg twee keer... verdronken voor ja, één keer verdronken voor nee. Goh, ik weet niet, maar dat is te moeilijk. Maar normaal kunnen ze ja en nee zeggen. Ja. Maar ze kunnen ook gebruiken... Gedood. Dood? Door een ritueel? Of misschien zeggen... Ja, dat die dood is. Of die persoon dood is. Vragen, want die kunnen dat niet. Gedood. Bedoelt u gedood zijn hier, een ritueel? Zijn hier mensen gedood? Die kattenballetjes zijn wel nog niet afgegaan. Nee, ik denk dat die te strik zijn. Ik denk dat ook wel. Oh ja. Dit is wel echt crazy. Die zijn echt van je aan het voeren op dit moment, hoor. Welk? Die andere is helemaal aan het voeren. Maar dat was vorige keer ook. Ik ben aan het... Kijk, dat was vorige keer ook. Ja, ja. Kijk, dat was vorige keer ook. Die zien altijd een, wie zijn dat? We hebben hier een uur rondgelopen al bijna. Ja. En nu zijn we echt aan onze investigation begonnen. En nu denken die, uit. Die zijn al die energie aan het pakken. Al die energie. Wil je nog iets vertellen? Goh, we hebben al wel echt intelligent dingen gezien en gehoord. Dat is wel echt cool. Kan zijn dat ze nog iets willen. Eline? Eline, dat is echt een naam dat ik nog nooit heb gehoord uit dat apparaat. En wie is Eline? Is Eline degene die gedood is? Of is dat degene is waar... Is Eline bij ons? Ja.
Hey, trouwens, bedankt voor de antwoorden, hè. Dit is echt super. Dank u. Ik heb alleen ook een beetje schrik dat die een boer ons gaat horen en naar binnen gaat komen hier. Maar ja, ik had al gedacht dat hij ineens achter ons staat. Ja, voilà. Allee, Eline, dat is wel mijn naam. Zeg maar. Camera, die zegt gewoon camera. Wil je nog iets vertellen voor op de camera? Ja, wij zijn dat dus aan het opnemen, zodat wij bewijs hebben dat jullie echt zijn. Maar dat is inderdaad... Helpen. Huh? Helpen. Helpen? Hoe kunnen wij jou helpen? Wat, jou helpen? Hoe kunnen wij jou helpen? Auto. Mijn auto. Met de auto misschien. Moeten wij weggaan? Nee, auto. Helpen, auto. Is er iets met mijn auto? Ja, of helpen door weg te gaan naar de auto. Kan ook, hè? Nee. Auto. Stel voor, ik kom buiten, er is iets aan mijn auto. Of die start biedt nu mee. Eén kort laap, hè? Kom eens kijken. Ah, geen stress, ik overnacht hier dan wel. Ik ben hem aan het trippen, hè. Ik ben niet aan het liegen, hè. Weet je hoe fucking... Maar mijn auto staat letterlijk daar. Gaan we voor de zekerheid eens kijken? Ja, ik ga wel eens een keer kijken. Naar de auto. We gaan wel even mijn kattenballetjes pakken. Ja, is goed. Wat jij iets weten? Die zijn gewoon helpen en een auto. Eerst camera. Moest je camera pakken? Ja, een camera. Waarom moet ik mijn camera pakken? Eerst je camera pakken. Dan helpen. Helpen en een auto. Maar dat zijn echt... Wat? Eeuw, gaat er iets komen? Hé, hey, kom eens aan de auto. Ik vertrouw dat echt niet. Sst. Laat me alleen. Zie, je moet daar weer weggaan. Kom, ga maar respecteren. Kom. Oké, geen probleem. Dan laten wij jou alleen. Geen problemen mee. Dank je wel voor met ons contact op te nemen. Ja, dat kan ook gewoon niet meer. Dat kan gewoon een andere energie in zijn, hè? Ja, maar we gaan dat gewoon even accepteren. Ja. Ga niet tegenspreken. Oké, is goed. Dan gaan we naar de auto. Dank je wel. Oh joh, laat me alleen. Dat is ook weer een hele zin, hè? Gaan we even met z'n drieën die kattenbalkjes gaan halen? Dat is goed. Ja, maar eerlijk, die komen naar ons, hè? Wij zitten hier gewoon. Hey. Dat is fijn, hè? Oh, mijn grote. Even heel snel, dat is toch niet het vuilste, hè? Wacht, hè? Dat is het vuilste. Oef! Ja. Dus, ik wou dus zeggen, dat er net hier een groepje Hollanders is aangekomen. Maar hoeveel waren die? 6? Ja. Die kleine auto? Vijf. Sorry. Ja. Die waren met 5. Die zijn nu naar binnen gegaan. We hebben wat uitgelegd wat dat is en zo. En die zijn nu zelf gaan... Ja. Ja, die zijn nu gaan exploren. Het is 11:30 nu ongeveer. Maar ik denk als die straks naar buiten komen, dat we gewoon gaan vragen of die mensen eens willen meedoen. Na onze laatste experience. Nee. Maar ja, met meer gebeurt er ook minder, hè? Ja, dat is wel waar. Dat is wel effectief waar. Maar ik denk wel... Als je in het hoofdgebouw gaat doen, dat je veel meer te pakken gaat krijgen dan in de kapel. En ook ja, die kapel, die moeten daar echt naartoe komen. Ik denk, die dingen zwerven die wel waar rond. Ja, zo, ik weet niet, maar die hoofdgebouw, ik krijg die energy was wel different. Die was helemaal anders. Uh-huh. Ik was achter jullie aan het lopen en ik voelde mij continu kom, gevolgd. Bekeken, ja, gevolgd. Dat zouden moeten doen. Oei, nu komt het mannen. Luister, ik naar Andres zijn wijze raad. Ja. Eén van ons, dus kijk, met die mensen dat erbij zijn gekomen, uh-huh. Moeten allemaal rond het domein zijn, zetten, zo, dat ze elkaar kunnen zien. En één van ons moet alleen in een kamer in dat hoofdgebouw gaan zitten. Alleen? Hey, dat is hier geen Ghost Adventures, is zwakje? En dan starten... Moet we zijn hier met een heel team, als er dan iets gebeurt, je hoort dat niet, hè? Nee. Zwakje, als die mij één keer aanraken, ik spring rechts als een door het dek, hè? Ben weg, hè? Klopt tot hier, hè? Je veilig houden, hè? Ja, hey. Je kunt overdrijven. Maar mensen doen dat op YouTube. Ja, op YouTube. Oké, maar bro. Dat zijn impulsieve mensen. Ja, ik wil dat normaal doen. Ja, maar er is toch niks mee gebeurd? Nee, oké, maar nog steeds is dat super scary, snap je? Dat is scary, hoor. Maar... Snap je het wel zeer op, hè? Ja, dat is waar. Hallo. We zijn net even naar binnen gegaan. Die mannen zijn weg, dus we kunnen verder exploren. Daarnet kwam er via de SLS hier iemand op en hier iemand. Heel snel. Dus dan is dat meestal wel legit. Want dat was er net hierachter, sorry voor de lamp. Hierachter, dan kwam er heel de tijd hier iets, maar dat is gewoon die graffiti die daar traceert. Wat? Justine geeft fucking veel af. Huh? Allee, kom, we nog eens kijken. We hoorden er net ook heel de tijd lawaai hierachter. Ik heb even mijn lamp aangezet, want we vonden dat allemaal wat donker worden. Maar we hebben hier er juist hierboven gelopen, hè. Besef dat even. Hier zijn we nog niet eens. Nee. Dat is hier wel gewoon buiten. Maar hier is wel gewoon een trap. Dus...
Ik heb weer dat gevoel op mijn rug, dat begint weer helemaal te tintelen. Dat is zot, hè? Dat was een hele loude bang. Was dat niet in je luchtcel? Dat kwam van buiten. Dat was echt luid. Dat was echt zo... Bam, ik heb dat net niet op film. Zou dat die boer zijn? Die koeien. Die koeien? Ik ken ook wel, die koeien. Ja. Dat die aan het eten zijn. Ja. Want dat was echt wel een zware bonk. Ja, want dat was wel echt een zware bonk ook. Dat was zo luid. Dat waren precies twee stappen. Dat is ook glas. Ik kook ook glas de hele tijd. Is volgens mij iemand beneden spaten, hè? Ik kan wel hem zien. Ik weet niet waarom, maar ik kom hier en ik heb ineens een druk op mijn borst. In deze gang. Ik hoor dat heel de tijd, jong, dat lawaai. Oké, goed, ik kan een EVP proberen te maken. Eens kijken hoe dat werkt. Oké, EVP 1 is aan het recorden. Hallo, is er iemand die met ons wilt communiceren? Iets tegen ons wilt zeggen, dan moet je daar praten in de telefoon. Wel luid genoeg, want anders kunnen wij je niet verstaan. Dus echt heel luid iets zeggen in die telefoon. Ik heb... Nee, gast, dat gaat niet uit. Ik heb steken onder mijn linkerborst. Ja, dat kwam op het einde niet door. Toen ik zei, het moet heel luid zijn, kwam er iets volgens mij door. Ik kan niet zo horen. Maar volgens mij zijn dat die koeien nog die een boel beheerst. Ik heb echt steken. Wat is dat? Een borst, denk ik. Moet echt goed. Ik heb mijn oortjes bij. Moet ik die insteken? Dan word ik dat misschien beter, hè? Of zo in die gang denken met deze. Nee, niks. Er is niks doorgekomen. Ik heb al net, het is aan het opnemen, is perfect. Ik heb er net al enkele coachbox sessies gedaan. Er is niet echt iets doorgekomen. Precies een naam, maar niet echt. En toen dat ik zei, van, ja, kun je mij zeggen hoe lang dat je hier al zit, zei dat volgens ons nee. Maar het is heel moeilijk om te horen. Dus ik kan het ook niet te luid zetten, want die boek zit hiernaast. Dat is even aan het bufferen eerst. Hallo, kan jij ons hier zien staan? Zo ja, kan je dat misschien even bevestigen door ja of nee te zeggen hier in de telefoon? Kan je mij misschien een naam vertellen? Zijn wij hier vandaag de enigste die hier geweest zijn in dit verlaten rusthuis? Misschien vinden ze dat zelf ook heel ingewikkeld. Vind je het fijn dat er hier bezoekers nog komen? Nee, dat was duidelijk. Die zijn nee, hè? Nee, die zijn ja. Nee. Ja. Maar binnenkort gaat hier waarschijnlijk iets anders komen. Vind je dat fijn?
Ofwel was het een jawel, ofwel was het een nee. Nee. Dat ja. Ik vind het moeilijk, ja. Ik moet wel zeggen, we zijn nu 2 minuten aan het filmen en uw batterij is van 38 naar 36 gegaan. Dus zet maar even... 2 minuten tijd. Ik zal het even doen. Ligt het aan mij of is hij ineens verdacht stil geworden? Ja. Daar komt... Robby. Schep. Waar zit je schip? Wat is je boerder juist aan het doen? Isabel. Isabel? Wat was dat eerste woord? Ik kan dat zo niet zien. Ja. Maar dat is altijd als ik iets zeg, dat dat begint. Dat was ineens muisstil. Robby, schip, Isabel. Geen idee wat dat betekent. Dat zijn alle woorden die momenteel al gezegd zijn geweest. Vuur, ritueel, verdronken, behekst, beet, gedood. Elien, camera, helpen, auto. Die okeet ons gewoon. Het is gewoon oké. Maar ik vind het eigenlijk ook ineens verdacht stil, maat. Oké. Ja. Vind je het oké als we hier zijn? Zullen we niet met mij praten, Shane? Nee. Dat is de seks al, hè. Het eerste wat dat ze zegt. Wijzig, hè? Wil je dan zeggen dat je met mij moet communiceren? Voor mij is dat prima, hoor. Voor mij ook, geen probleem. Ja, ik zeg het ineens muisstil. We horen geen koeien. We horen niks niet meer. Geen druppels. We horen niks. Geen auto. Ook die krekels. Zelfs die krekels zijn allemaal gestopt. Het is gewoon doodstil nu. Nou, een hele vreemde vibes hier wel, jong. Maar ik zeg het, ze willen niet meer naar de eerste verdieping. Oh, jammer. Maar dan ga ik ze... mocht je gaan. Ja, ik kan sowieso nog naar de eerste verdieping gaan. Ik ga niet gaan. Okay. Mijn gevoel zegt dat ik daar niet mag zijn. Ja. Het feit dat ze ook niet volledig met mij willen communiceren... Ja, maar dat maakt niet uit, hè. Met mij ook niet, juist, hè. En wel, maar nu wel, hè. Het feit dat jij nog... Ja, nee, want ze zeggen niks niet meer. Ze zeggen gewoon oké tegen mij. Ik hoor die gewoon... Grootmoeder. Wat? Grootmoeder? Grootmoeder? Ja, mijn grootmoeder is overleden, ja. In een rusthuis. Wat? Ah, hier? Nee. Mijn grootmoeder is niet hier overleden, nee. Misschien zij wel. Maar hier is dan mijn grootmoeder overleden. Oh ja, ik krijg overal koude rillingen. Grootmoeder. Ja. Bent jij grootmoeder? Die hierin heeft gezeten. Zegt al 2 keer grootmoeder. Kent je mijn grootmoeder? Geneesmiddel. Ja, het zijn wel echt een paar woorden. Ja, mijn grootmoeder is wel gestorven omdat ze geen geneesmiddelen voor die ziekte hadden. Ja, die had een bloedziekte en die... Nu krijg ik een koude ring. Omlaag. Omlaag? Ik wou net zeggen, het begint op mijn schouders. Uh-huh. Ik ben aan het janken. Echt? Ik ben aan het janken. Maar wij zijn nu wel echt met iemand aan het communiceren. Ik ben aan het janken. Crazy. Ik wou niet. Maar jij bent niet mijn grootmoeder, hè? Hoger. Huh? Hoger, zegt hij nu. Ik wou net zeggen... Hoger, eerste verdiep. Ja? Dat mijn rillingen naar mijn knieën aan het gaan waren. Op dat moment zegt hij omlaag. Ja, nu zegt hij hoger. En ik ben nu aan het huilen. De tranen rollen over mijn wang.
Dat is echt zot, want die gewoon over een grootmoeder. Ik vind dat wel eng. Kijk, maar dat is hier ook een rusthuis geweest. Ik ben huilen. Grootmoeder. Ja, grootmoeder. Kijk, ik zeg grootmoeder en die zegt grootmoeder. Ja. Hier hebben waarschijnlijk wel bij grootmoeders gezeten. Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk heel fijn om weer te communiceren. Echt tof. Komen er nog veel mensen die komen communiceren met jullie? Wees stil. Wat moet ik doen? Stil, wat moet ik doen? Als ik stil moet zijn, dan zwijg ik. Wat moet ik doen? Van mij moet jij niks doen. Je moet niks. We vinden het gewoon fijn om met jullie te kunnen communiceren. Rust, vrede. Mm-hmm. Niet. Niet? Bedoelt ze zij niet? Grootmoeder. Grootmoeder, ja. Grootmoeder niet, of? Zeg ik nu net, rust, vrede. Ja. Vindt u geen rust of vrede misschien? Oei. Ja, ik vind dat we echt wel intelligent responses krijgen. Ik moet echt die app upgraden voor meer. Ik hou niet van... Wacht. Wacht eventjes. Ik voelde volgens mij net iemand aan mijn trui trekken. Zat dat aan? Ja, samen. Ik voelde echt zo zachtjes. Gewoon dit. Maar zo heel zacht. En die heeft dit dapen van mijn nacht. Waar die ik dan ook misschien? Ah, misschien met die rode lamp. Dat weet ik niet. Dat is een energiebesparende lamp. Rood. Ja, je lacht ermee, dat is wel, hè. Een beetje naar het milieu, denk je, hè? Ja. Ja. Je moet aan het milieu denken. Ja, ja, dat is waar. Dank je wel. Want onze toekomst ziet er toch niet zo rooskleurig uit, hè? Heb jij misschien nog tips voor onze toekomst? We zijn nog jong. Jij bent een grootmoeder geweest, blijkbaar. Dus... Ja, klopt, inderdaad. Het is een paar keer gezegd. Ja? Doe je dat altijd eventjes voordat er zo'n respons komt, maar ik denk dat dat heel moeilijk is. Omlaag, ja, maar ik zit omlaag, ja. Zeker wel. Zeker wel, ja. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar ik voel me daar... Voor te communiceren precies beter bij dat ik mij moet verlagen en dat ik mij moet lagen. Ja. Als ik zo sta, voel ik mij precies te superieur. Ja, misschien dat je dan niet... alleen misschien dat zij ook op de grond zit. Bij de lamp. Weer? Deuxième fois. En français. Je parle le petit peu de français. Le petit peu. Vraagt wel veel energie van mij, hè. Nee. Ben je weg? Ik denk dat het gedaan is. Ik zou u eigenlijk vooral al willen bedanken voor dit gesprek, want ik vind dit echt wel heel fijn dat we gewoon een gesprek hebben kunnen hebben. Dus bedankt daarvoor vast. Allee. En ik hoop dat je rust kan vinden. Misschien vraag of je die kleinkinderen moest zijn. Als je een grootmoeder bent geweest, had je dan veel kleinkinderen? Nee, dat verhuist veel energie. Huh? Huh. Amai, dat vraagt veel energie. Ja, zot, hè? Ik denk dat ze weg is. Kan wel. Ik denk het wel. Want er komt ook niks meer door. Dank je wel. Dank je wel. En misschien tot de volgende keer. Dank je. Dus dat ding zegt net dat we moeten blijven opnemen. Ik heb het niet opgenomen, want ik ben mijn batterij ook een beetje aan het sparen. Maar dat zegt nu net terug grootmoeder en dan... Wat zei het? Bijl. Bijl, ja, maar bijl, dat is iets super random ertussen, maar... Die zei, blijven opnemen. Ja. Dat is zo raar, want wij zijn daar letterlijk mee bezig. Ik vind echt wel niks meer. Nee? Zelfs nu pas jij, maar dat was heel laat. Ja, dat is omdat het hier echt donker is, denk ik. Maar je bent op je aan het schijnen. Hou op. Hou op. Ik denk, stop eens gewoon met dat. Monster. Monster? Hou op, monster. Dat is precies dat hij dat er tegen zegt. Maar een monster. Wij zijn geen monsters, hoor.
Allee, de mensheid is het grootste monster dat er bestaat, denk ik. Wel eens even kijken naar mijn batterijen, want... Ja? Ik niet veel niet meer, hè. Wie? Ik, hè? Nee? Je hebt nog 14%, maar wilt jij die opladen? Ik heb een powerbank, hè. Ja, maar je moet weten dat je nu, die 10 minuutjes, nog niet dat wij bezig zijn. Ja, ja, ik weet het. Het heeft dat helemaal leeggezogen, hè. I know, I know. 25 naar 14. I know. Die gaat ze biedt uitvallen, hè. En hoe noemt deze? Anders zet ik die er bij mij op. Oké. Okay. Dus wij komen hierboven en het eerste wat de machine zegt is, afschuwelijk, wat wil je? Dus ineens een heel andere vibe, om het zo maar te zeggen, vind ik. We komen hier naar de eerste verdieping. En het is het eerste dat we horen. Afschuwelijk, wat wil je? Ik heb hier mijn lampje bij. Je kunt er wel heel slecht mee zo verschijnen. Er is iemand in de gang. Ja, er is iemand in de gang. Ik hoor letterlijk iemand wandelen in de gang. Mm-hmm. Hallo? Oh. Oh. Ben ik ooit? Hallo? Kun jij nog eens een geluid maken voor ons? Ik heb van achter iemand horen wandelen, precies. Ik heb lawaai gehoord. Kan je dat nog eens doen voor ons? Weer loud, hè? Ja. Oh, niks. Wat beste. Dat is echt loud aan deze. Dat was buiten, maar ik denk dat het was binnen. Oh, oh, ja, die verschot er in een boot. Wat zei hij? Wat zei hij? Ja. Oké, is goed. We hebben dat niet kunnen zien, hè. Ja, hier. Nacht. Ja, het is ook nacht, hè. Het is midden in de nacht, hè. Oh, mijn maat, maar er is veel lawaai op het einde van die gang. Ik kan het einde van je gang. Ik ga naar de auto. Ik heb het goed. Ik stop. Echt? Voor mijn ik stop. Ik voel me echt niet oké, Shane. Oh, oei. Ik heb nog nooit gejankt met mijn dingen. Alright, guys. We zijn met een klein beetje vroegtijdig moeten afsluiten, helaas. Sorry. Dat is niet erg, dat kan gebeuren. Saskia werd heel emotioneel. Voelde heel veel emoties. Begon ook heel de tijd te wenen. Super vreemd. En Andres is nu gelukkig omdat hem eruit is, maar die was ook helemaal aan het weggaan. Die was echt niet op deze planeet op het moment. En ik kon echt heel goed communiceren, precies. Ja, jij was daar gewenst, maar... Ik voelde mij echt oké. Okay. Die waren aan het babbelen, ik voelde contact, ik voelde mij op mijn gemak. Ik was ook totaal niet bang, ik was daar in die gang aan het wandelen. Ze stonden daar in die kamer echt zo wat verstijfd in een hoekje. Dus ja, ik vond het vreemd. Het is ook zo, als hun babbelde, kwam er bijna niks door. Als ik begon te babbelen, kwam er veel door. Ik heb nog op laatste een EVP gedaan en er kwam infectie, hebben wij gehoord. Allee, of gezien. Er kwam een woord op infectie. Dus ja, infecties in een rusthuis. Ja. Dat kan wel, hè. Er is, wat is dat, hoe moet dat? Dat is één bekend... Zo'n ziekenhuisbacterie. Ja, ja, zo'n dat infectie. Dat is altijd, hè. Mm-hmm, ja. Dat komt altijd. En op een gegeven moment, dat was heel vreemd, toen ik in de gang aan het kijken was, hoorde ik iemand, je ziet dat ook wel in de video, dat...
dat ik zeg van, ik hoor iets. En ik, dat kan ook echt wel mijn verbeelding zijn. Maar ik had echt het gevoel toen ik dat geluid hoorde, dat ik heel zachtjes, precies zo, ja, ik weet niet of dat beeld gaat zijn, misschien wel zelfs, dat ik precies echt een oude man zo voorover zag gebogen op zo'n sloffen naar de overkant zag wandelen. Maar dat beeld kwam in mij op. Ja. Zo super, ja. Super random. Ja, misschien dat ik het zodanig vertraagd en, ja. En de kleur aanpassen, ja. Kan al veel zien natuurlijk. Maar het stuk met die grootmoeder vond ik wel echt... Dat was heel fijn. Er kwam 7 keer grootmoeder door en iedere keer, die was ook zo... Ik zat dan op mijn hurkje en ik zeg zo, ja, ik zit omlaag en dit en dat. En die zo, ja, zeker wel. Dus dat waren echt, ja, echt responses eigenlijk. Dat was heel fijn. En we hadden er straks al gezegd, de eerste verdieping, dat we ons daar eigenlijk niet goed op voelden. Slechte vibe. We gaan naar boven met 3. Het eerste wat dat ding zegt is afschuwelijk. En vlak daarachter, wat wil je? Van, wat kom je doen? Wat wil je? Dus ik denk dat die bovenverdieping inderdaad toch niet zo'n goede vibe heeft. En de kapel is volgens mij waar dat alles bijeen komt. Nee? Alles bij elkaar, ja. Ja, je hebt dat ook gehoord, hè? Zo'n crack, of ja, bij iemand, ja. Ja. Dus dat alles bij elkaar komt. Dus er waren goede dingen, slechte dingen. Ik vond dat heel vreemd. Ik vond, om eerlijk te zijn, niet de eerste verdieping de slechtste vibe. Ook niet de benedenvloer, maar ik vond de kapel. Ja, de kapel was echt na. Ja. Ik wou daar eigenlijk nu afsluiten met een doodse stilte, zeg maar. Dus eigenlijk alle lichten uit en gewoon ogen toe en luisteren naar wat je hoort en wat er gebeurt. Maar dat is misschien dan toch net iets extreem voor vandaag. Ja, als ik die emoties niet had gehad, had ik dat nog losgedaan, de kapel. Hè? Ja, ja, ja. De eerste verdieping ook niet, hè. Nee. Had ik dat niet gedaan. Hè? Want wij hadden ook door kunnen gaan, eigenlijk. Hè? Want ik ben daar echt wel, volgens mij, extremer in. Ik weet niet waarom, maar ik voelde mij er echt... Goed. Maar ja. als je daar goed voelt, dan... Goed, oké. Okay. Heb je de neiging, je hebt die spanning wel, maar je voelt je niet bedreigd. Nee. Maar ik heb die trillingen, die emoties, ik heb nog nooit gehuild... Nee. Ik heb moeten snakken naar adem. Ik heb steken gehad onder mijn linkerborst. En dat je niet op je benen kunt staan. Mm-hmm. Je geen controle. Ik heb één keer gehad toen ik binnenkwam in een bepaalde... in die gang. Toen ik in de gang kwam, was ik echt zo van... Oeh, amai. Even... amai, dat is hier zwaar. Dat is hier zwaar op mijn borst. En ik, dat was een heel raar gevoel. Ook zo'n zware benauwd. Benen. Benauwd. Alsof dat je... Oh, je raakt er niet uit. En nu is mijn hoofdpijn ook volledig weg. Is helemaal weg, hè. Maar toen ik met mijn... Allee, dat was niet mijn grootmoeder, maar dat was de grootmoeder. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelde. Dat gesprek tussen ons, na zo'n kwartier, ik had barstende hoofdpijn. En dan zei ze geneesmiddelen. Geneesmiddelen, ja, dan zei die geneesmiddelen. Ik had barstende hoofdpijn. En dat is nu gewoon weg. Mijn energy level is wel drained. Dat is wel op. Ja, sowieso. Dat is op. En hoe laat is het? 1:30? Ik weet het eigenlijk niet. S'nachts? 20 na zelfs nog niet. Ik denk dat we hier een dik uur nu terug zijn binnen geweest. Ja, wel. Zeker. Ja. Ja, maar bij deze weer al een stapje dichter bij de paranormal. Hopelijk vonden jullie dat een beetje tof. Thank you guys for watching. Peace out. Stay exploring. En see you in the next Urbix video. Maar dan ghost hunting video. Ciao, ciao.